Luxke! Luc! Weet jij wel hoe laat dat is? Balke! Bal? Allee, waar zit hij dan, ozelerna? Dat is nou de laatste keer dat ik verraad die bananige roesnaf snaar. Ik lig open van kop tot teen. Ja, ik had toch gezegd dat je aanschoenen moest aandoen? Aanschoenen? Een astronautenpak zeker. Leg ze dan maar op tafeltje. Kan je vrienden van niet zie ik daarna? Ik denk dat die schoen gaan staan in de vaas van Tante Rosa. Nog zo'n kring. Stomme rozen zitten dit. Ja. Zeg, Luc, weet jij wel hoe laat dat is? Een kwartier later dan eerst keer dat je het vroeg zeker? Het is 5:07. Had je het dan zo goed weet, mevrouw vrouw het dan? Ja, omdat ze hadden gezegd dat ze hier om 7:00 gingen zijn. En gij ze zelfs nog niet aangekleed. Oh, zo zeggen. Ga denk dat toch niet dat ik voor een Dirk maar een smoking gaan aandoen, hè? Ja, en waarom eigenlijk niet? Allee, hoe lang is dat geleden dat je een Dirk nog hebt gezien? Ik zie een Dirk nog regelmatig. Ah ja? Ja, op premières. En op premières. En op... premières zeker, ja. Ja, daar ook, ja. Ah, wel dan? Hoe wel dan? Ja, op première zet je ook altijd een smoking aan. Hij gaat de zo niet herkennen, hè? Nee, dan zal ik me misschien even in profiel zetten. He, is dat beter zo? Ze zeggen, ik heb 10 jaar met een Dirk samengewerkt. Onze laatste revue in Blankenbergen, dat was in... 2006. Nee. Jawel. En dat is 7 jaar geleden. Is dat al zo lang geleden? Ja. Zeg, nou vind ik toch... dat je die een beetje te kort hebt afgeknipt. Ja, en toch doe ik mijn smoking niet aan. Ook al komt hem zijn nieuwe vrouw voorstellen. Is, doet hij die scheer eens terug naar van achter naar het kot? Zeg trouwens, en ik ken hem die niet, hè. Die hebben gewoon zo een kanaal en nemen genomen met een debardurken. Ja. Ik doe gewoon met een blazer aan, dat is alles. Ja, een candoir en was toe aan de. Jawel, maar vua. Moet ik hier nog pipi in mijn oog? Zeg, leuk. Ja. Denk je dat die neefvrouw van een Dirk dat die beter was zijn dan de vorige? Oh, iedereen is beter dan de vorige, nee, José. Toen ik zijn vorige vrouw voor de eerste keer zag, toen dacht ik, amai, dat is precies de zuster van Mark Reinebouw. Zeg, en dan die naam, Antoinette. Och, arme Antoinette. Wie heet een bal, hè? Er zat er twee, hè? Ja, dat deed hem weer gezien zijn, hè. Zie, dat kan ik nou moeilijk niet verzien, hè. Maar dan die smoel. Wat een Dirk al die jaren op die oude smoel lijkt kunnen zien, dat verstond ik niet, hè. En die kinderen, die had hem zelf niet gemokt, hè. Die had hem bij het baar gekregen. Hoe gaar, man, Antoinette. En waar ik de bubbels van krijg, dat is dat die jong maar altijd de noenkel noemde. Waar die in baar stond. Zeg, waar zijn die na? Bij Antoinette zeker, of geplutst in een instelling. Oh, gaar, Antoinette. Zeg, stop nou eens met jouw gaar, Antoinette, hè. Oh, Luc, ja. Pak dat ook eens in je smijt, die t-shirt. Oh ja, wat ligt die t-shirt er in dat toonhuis te doen? Die is nog goos, hè? Dat is nog niks aan. Die kan ik nog aan doen voor naar een begrafenis te gaan. Ja? Zie dan maar eens wat dat erop staat. Lang zal hem leven. Het is niet waar, hè, Luc. Het is 7:00. Ja, en dan een Dirk is toch altijd te laat. Ja, en als hem nou eens op taart is? Dan is hem nog te laat. Oh, nee, zeg, maar veeg de voeten. Ik heb hier alles gestofzorgd. Het is al terugvallen. Ik kan toch moeilijk over de meubels beginnen lopen, hè? Nee, maar je kunt wel de schoenen uitdoen. Zo zeg. Nee, ja, Luc. Zeg, ik heb een keer al het stof afgedaan. Je ziet er al niks niet meer van. Ja, maar dat komt naar de te hoge concentratie van fijn stof in de lucht. Dat zei Sabina daar ook altijd. Ze zei, dat stof is zo fijn, zei ze, dat ik het niet meer zie, zei ze. Zeg, zou die nou ook bijna 50 zijn? Wie, Sabine? Nee, Josfin. Josfin wie? Wel, Josfin, die niet vrouw van een Dirk. Toen heb je gezegd dat ze een beetje ouder was dan hem? Ik hoop voor hem dat ze zo rond de 20 is, zeg hij. Oh, gaar, Antoinette. Je begint me niet meer gaar, Antoinette, hè. Trouwens, moest ze gelijk als schaar ze rond de 50 zijn,
Dan had hem ze zeker vast niet meegepakt op huwelijksreis naar Thailand. Maar wel, merci, hè. Was dat toch spijtig dat onze kinderen juist in Frankrijk zitten, hè. Die hadden Dirk zo gerne nog eens gezien. Ja, dat is gelijk van Papiet Piraat. Huh? En dan zei hij nog niks tegen die kinderen. Ik vind het toch niet slecht dat ons Kelly en onze Mark door in Frankrijk zitten. Ik heb dat uitwisselingsprogramma tussen studenten altijd een heel goed idee gevonden. Oh, toch dat je het zo'n slecht idee vond. Omdat dan volgend jaar die Franse kinderen naar hier komen. Tegen die een taart verhozen me wel. Onnozelers. Allee, ga toch voor de drank gezorgd? Ja, schat. Ja, maar ook water? Ja, schat. Goh. De wijn stond in de frigo. Ja, schat. Welke wijn? Oeh, welke wijn? De wijn die je dat ga geen koe op een oude repetitie? Ik denk dat ik slecht nieuws heb, zo zeker. Laat me raden. Je zit de wijn vergeten te kopen. Ik ben blij dat je zo sportief oppakt. Luc, dat was dat eerste dat ga in mijn stonk. Wel, dan zal ik het nou nog graag doen, zeg. Oh nee, ik heb de auto al in de garage gezet. Ja, dan ga ik hier achter een hoek bij de Chinese muur. We hebben waar nodig geen lumpias. Ja, en ga je een beter idee? Kom, geef me klaar geld. Ja, nee, ik zal ik wel gaan. Of nee, ik wacht tot dat ze hier zijn. Ik wil haar gezicht zien als je die niet vraagt van een directie. Weet je wat? Schild ga maar al de pataten. Oké, ik schild de pataten. Ik pak wel. Hallo? Met wie? Met wie spreek ik alstublieft? Wat zeg je? Ja, ik versta geen woord van wat je zegt, hè. Wie is het? Een van die Chinezen, denk ik. Oh, kom even zien. Hallo? Comment? Ah! Bonjour, ma fille. Comment ça va? Het zijn de kinderen uit Frankrijk. Ah. Dag, Kellyke. Dag, schatje. Hoe is het? Ik zei vanmorgen nog tegen uw pa dat... Wat, hè? Nee, het is hier ook al dagen niet geregend. Nee. Het gaat over het weer. Allee, ga. Zeg, en hoe is dat daar allemaal met Jolle? Ah, ja. Ja, als ze biedt, komt een Dirk met zijn nieuw... Wat, hè? Nee. Het is hier ook al dagen zon. Ja. Het gaat weer over het weer, zeggen. Zeg, en hoe is het met Frans? Nee, Kellyke, ik bedoel het Frans. Ja, geef er eens eer, kom. Ja, met ons is ook alles goed. Met je pa ook. Allee. Ja, ik zal hem eens geven, hè. Ja. Wat, hè? Ik zeg dat ik hem eens zal geven. Kelly? Ja, het is een heel slechte verbinding. Bien, chérie. Comment allez-vous? Ah oui, c'est kieken pour kwakken, kieken... Maar als nu ook spreekt toch geen Chinees? Kelleke, het is de mama hier terug, hè? Spreekt toch goed Frans? Ja, natuurlijk weet hem dat allemaal voor te zwazen was. Frans was mijn beste vak. Ja, ik verstand ik die soms ook niet. Niet om de wassel doen, hè? Zeg, en hoe is het met meneer en madame Pompidou? Goed. En met de kinderen? Ook goed. Ah, dat is fijn. Wat hebben ze? Oh, meneer en madame Pompidou zijn weg voor heel het weekend. Ga, Mark en hun kinderen zijn heel het weekend alleen thuis. Ah, dat is plezant. Wat zit dan toen? Ga en Filip zitten gezellig in een hof. En Mark en Marie zitten in het zwembad. In hun blote. Geef dat eens hier. Allee, dat ziet er hier plezant uit, hè, schatteke. Ja. Amuseer u. We zien elkaar de 12e. Ja. Dat zal ik doen. Goed, schatteke, kus. Ik moest u nog een kus geven, zei ze. Ik verschiet ervan dat ze nog kussen overheen. Met tweeën, gezellig in een hof. Van het zwembad. In een bloote. Zijn dat ons kinderen die zoiets doen? Nee, dat zijn haar kinderen die zoiets doen. Aartje naar hun vaartje, als je snapt wat ik wil zeggen.
Ik heb dat doorwisselingsprogramma tussen studenten, hè, altijd een stoep idee gevonden. En je ziet, ze wisselen van alles uit, hè. Oh, zeg, ze dan niet een klein beetje aan het overdrijven. Ik ben zeker dat het allemaal veel minder aardig is dan dat klinkt. Ja, het mag klinken gelijk het wiltje, hè. Als ze thuis komen, zal het wel botsen. Oh, die gasten, die zijn 17, die zijn altijd wijs genoeg. Tja, onze Mark misschien wel, maar ons Kelly is nog zo jong. Maar is dat nou voor zever? Het is een tweeling. Ja, ja, maar onze Mark is een half uur ouder. En onze Mark is een jongen. Ja, in elk geval, ik ben blij dat ons Kelly het ons heeft verteld. Dat wil zeggen dat we er verder niks moeten achterzoeken. Nee, misschien niet, maar 17, zeg alsjeblieft. Toen ik 17 was, hè? Ja, dan had je al 4 lieven versleten, hè? Allee, als ik juist heb geteld. 4? Dan worden er een pak meer, hè? Oh. En dan nog altijd zo weinig ervaring. Allee, Luc, god doe nou opkleren, ze beet ons hier. Ik ga dat niet verneem met het opkleren en zo. Ik heb gezien een blazer aan en gedaan. Oh, Luxke, als je eens een klein beetje zou opkleren, dan zou je er direct een pak jonger uitzien. Nou, misschien kijk voor een direct bepaald geen pak jonger uitzien, hè. Dus ik kleer maar niet op. Nee. Ga kleren alleen maar op als je naar Amsterdam moet. Ik wist niet wat zo lang blijft. Gaan we het weer over Amsterdam hebben? Nee. Ja, alhoewel, als ik er niet over begin, dan kon ik nooit te weten komen wat er in Amsterdam is gebeurd. Maar mevrouw, lief, zo zeker, ik heb het al 100 keer gezegd. In Amsterdam is er niks gebeurd. Ik ben er alleen gewoon optreden. Een optreden dat 2 weken heeft geduurd? Ja, maar ik heb ook nog onderhandelingen gehad, alleen dus besprekingen gehad met Joop van den Ende voor een concert Kaal Sint Hazes. 2 weken? Ja. Dan klapt je Joop van den Ende wel heel traag. En je weet toch ook dat ik elk jaar in juli ga meespelen met die Amsterdamse revue? Ja, dat is juist. Maar waarom ben je dit jaar dan al in april geweest? Omdat Friedrien bij het roer kwam. Voor iedereen? Friedrien, ja. En ook voor de Joop. En de Joop is niet iedereen, hè. Nou, ik wil voor mij komt dat niet goed uit. Wat zeg je? Niksje, schatke. Het belangrijkste is dat je er vrolijker van bent geworden, hè? Wat wil je daarmee zeggen? Wel ja, je bent als herboren teruggekomen met zo'n smile op je gezicht. Ja, maar schat, dat was de lente in mijn broek, hè? In mijn bloed. Ja, geniet er maar van, want veel lente zit niet meer te goed, hè? Nee, ik weet het. Het is statistisch bewezen dat de man eerder sterft dan de vrouw. Maar in elk geval zou het wel eens kunnen zijn dat de scherpe tong op de keel zal oversnijden. Dan moet je er maar voor zorgen dat ik mijn scherpe tong niet nodig heb. Jongens, ik heb het nog gisteren gezegd. Ik zeg je vandaag, ik zal blijven zeggen, in Amsterdam is er niks gebeurd. En hoe komt het dan dat je met van die glinsterende oogjes bent teruggekomen? Precies een kleine die voor de eerste keer in de Efteling komt. De Efteling? Het is Amsterdam. En Amsterdam is een bruisende stad. We zijn daar precies over een aspirin bezig. Ja, en de vrouwen nemen daar geen kop aan. Oh, nee? Rustig, van horen zeggen, hè. Rustig. Trouwens, wie had ook zo van die glinsterende oogjes toen ik haar voor de eerste keer voorstelde in Amsterdam aan die bekende voetballer? Ik weet niet waar je het over hebt. De Naaier. Gerrit de Naaier. De naam alleen al. Ja, zeg. Die Gerrit de Naaier, die heb ik eens 2 keer gezien. Even. Ja. En sinds die even, zie je wel heel veel naar de voetbal op Holland. Ja, zie ik naar Geren naar de voetbal. Oh, je weet toch dat die in de Naaier bekend niet meer shot, hè? Of moest staan bij de veteranen. Gewoon nozeler. Die is al een stuk over de 50, hè? Dan ging ik toch wel eerst naar de winkel voor dat zeer zijn, hè? Is die een Dirk altijd zo laat? Al vanaf zijn geboorte. Aan de Amsterdamse grachten heb ik hier mijn hart voor. Nee, dan moet ik alleen maar aardiger. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roosje. Ah, maar Vlammester, die roer, die pikken altijd door de... Tja!
Zo. Oh.